beste luisteraars. Welkom bij de podcast van Gebruik Centraal en Digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mens centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semenier. Vandaag de aflevering De Kwestie PDF. De overheid produceert enorm veel PDF's. Zelfs met de beste intenties lijkt het niet zo eenvoudig deze toegankelijk te maken. Een gesprek over dit onderwerp is daarom op zijn plaats in deze serie. Mijn eerste gast vandaag is Marloes Neven van de Onderwijsinspectie. Marloes is sinds 2019 adviseur digitale communicatie bij de Onderwijsinspectie. Zij heeft in deze rol toegankelijkheid op zich genomen. Voor haar is awareness kweken rondom het onderwerp erg belangrijk. Wat Marloes betreft kan het laconieke er nu al vanaf. Welkom Marloes. Dankjewel Randy. Leuk om hier te zijn. Heel leuk dat je er bent. Mijn volgende gast is Jacobien Riesebos van Firmground. Jacobien is sinds 2002 met het onderwerp digitale toegankelijkheid in de weer. Initieel met onderzoek en later gaf ze ook trainingen en advies. 5 jaar geleden heeft zij Firmground opgericht met een compagnon en hier werken ze met 12 adviseurs aan digitale toegankelijkheid. Firmground heeft onder andere gewerkt aan het toegankelijk maken van de corona-app en werkte voor opdrachtgevers als de KB, het Kadaster en verschillende gemeentes. Jacobien is geïnviteerd expert van de werkgroep voor toegankelijke PDF-technieken bij de PDF Association. Welkom Jacobien. Ja, dankjewel. Fijn hier te zijn. Heel fijn dat je er bent. Mijn gast vandaag is ook Christian Mul van Digitoegankelijk. Christian werkt al 9 jaar bij Logius en de laatste 5 jaar is hij aan de slag met Digitoegankelijk. Een onderdeel binnen Logius wat informatie over digitale toegankelijkheid verzamelt op de website digitoegankelijk.nl. Vanuit deze rol is Christian bij allerlei initiatieven betrokken als het gaat om digitale toegankelijkheid. Zo ook bij deze podcast, want Christian zit in het productieteam van deze podcast. Welkom Christian. Dankjewel Randy. Zo, welkom alle. Christian, begin ik even bij jou. Als ik tegen jou de naam of de term zeg, de Camelot Project, zegt dat je iets? Nou, eigenlijk niet als ik heel eerlijk ben. Nou, geeft niks. Een van de anderen toevallig? Nee, zeg mij niks. Het doet wel een belletje. Moet ik heel diep denken? Ja, het doet een belletje rinkelen, maar het belletje is wel wat vaag. Heel vaag. Dus graag een toelichting. Ja. De Camelot Project, dat is het project waaruit de PDF is voortgekomen bij Adobe. Dat is ooit begonnen met een visie wat dat project is geworden en daar is de PDF uit ontstaan. Ja, ik heb net iemand gesproken die daarbij betrokken was, dus nu weet ik het belletje weer. Ja. Vandaar dat een belletje deed rinkelen. En dat vond ik een interessant gekozen naam. Want ik weet niet, doet Camelot jullie aan iets denken? Of heeft dat een bepaalde associatie voor je? Zo het kasteel van koning Arthur, toch? Ja, precies. Nou ja, als ik het even op mezelf betrek. Ik was vroeger nog een fan van Prince Valiant. En die ging ook naar Camelot. En ja, in die reeks was het echt een plek waar iedereen gelijk was. Er was een nieuwe orde. Het was een soort prachtige plek waar je naar ging streven. Dus vanuit dat opzicht denk ik, nou, is het een mooie naam dat het zo om voor je project te kiezen. Iets wat je dan meegeeft. Als ik het op een andere manier kijk, dan zou ik ook Camelot kunnen zien als een soort onneembare vesting. Waar een waas van magie omheen hangt. Waar je eigenlijk niet zo goed doorheen komt. Dus ja, ik weet nog niet welke vertaling dan op de PDF toepasbaar zou kunnen zijn. Maar we gaan het vandaag uitgebreid over hebben. In ieder geval over de toegankelijkheid van PDF. Dus misschien komen we daar, krijgen we daar wat meer inzicht in deze aflevering. Nou, wat wel heel grappig is, Randy, is dat het protocol voor het testen van PDF's, dat heet het Matterhorn-protocol. Dus als je het hebt over moeilijk bedwingbaar en uitdagend, dan is dat ook wel weer een mooie naam. Treffend gevonden, zo te horen. Jacobien, ga ik met jou graag verder. Wat is een PDF eigenlijk? Ja, een PDF is een bestandsformaat waarbij je informatie kan geven of ook wat interactiviteit kan hebben. En een PDF lijkt overal hetzelfde. Vroeger was een PDF natuurlijk ook bedoeld puur voor opmaak en voor print en delen. En langzamerhand is daarbij gekomen dat je ook een onderliggende laag hebt met tags. TAGS, waarbij je dus alle informatie ook beschikbaar kan maken voor screenreaders of in een andere weergave of in een andere volgorde. Dus als ik jou
vraag al door, verder doorneem naar wat is dan een toegankelijke PDF. Doe dat vooral. Ja, dat is een toegankelijke PDF. Is een PDF die iedereen kan gebruiken. Dus ook mensen met, die bijvoorbeeld blind zijn en een screenreader gebruiken. Of mensen die ziend zijn en een screenreader gebruiken. Die worden wel eens vergeten, zoals mensen die dyslectisch zijn. Als je een motorische beperking hebt en het toetsenbord wil gebruiken om te navigeren. Of mensen die slechtziend zijn en het in één kolom en een andere kleurstelling gebruiken. Dus eigenlijk moet die toegankelijk zijn voor iedereen. En dat is dan, PDF is dan een bestandsformaat. Precies. Misschien wel even goed om nog ook te zeggen waar de afkorting PDF voor staat. Want dat zegt ook wel genoeg. Ja, jij weet het vast, Randy? Portable document format, volgens mij. Ja. Dus eigenlijk om documenten uit te wisselen. Zo klinkt het in de naam in ieder geval. Ja, ja, was het ervoor bedoeld. En het wordt tegenwoordig wat breder gebruikt. Ja, zou je kunnen zeggen misbruik misschien zelfs? Ja, dat zou je misschien best kunnen zeggen af en toe. Ja, maar misbruikt klinkt misschien nog bij alsof er een intentie achter zit. Maar ik denk dat het... dat het meer is dat het te makkelijk gebruikt wordt. En PDF is zo doorontwikkeld dat je binnen een PDF heb je zoveel verschillende versies en subversies voor archivering, voor toegankelijkheid. Dat het dus eigenlijk, PDF gaat niet weg. Hè. Het is voor archiveerbaarheid en offline delen. Of op het moment dat je niet wil dat de data op een andere manier gedeeld wordt bij een formulier, maar puur lokaal blijft. Dan is het heel geschikt, maar ik denk dat het... dat men het formaat niet snapt en dat er te makkelijk over gedacht wordt van een PDF-je is toch makkelijk en iedereen kan het gebruiken. Dus wel onbedoeld misbruik misschien. Ja, dus het is dan meer het gebrek aan kennis dan meer die intentie. Ja, ja. Oké. Dus ik, Christian zit er ook bij natuurlijk, want zoals ik al zei, Christian zit ook in het redactieteam van de podcast. We hadden een stelling bedacht. Ik denk dat ik wel weet hoe jullie er ongeveer in zitten, maar ik wil het er ook even met de luisteraar delen en jullie reactie erop. De PDF is evil. Hoe denk je daarover? Misschien, Marloes, heb jij daar een idee bij? Ja, ik denk niet dat het... Een duivel is, hè, dat het evil is of iets in die trant. Want volgens mij kun je PDF's gewoon nog prima gebruiken. Alleen moeten we ons er wel met elkaar heel erg van bewust zijn hoe we ze dan gebruiken. Want ik merk bij de onderwijsinspectie waar ik werk, dat er gewoon, dat is gewoon iets wat in de cultuur zit van de organisatie. Dat heel veel gewoon in PDF wordt opgeslagen. We maken een rapport, we maken een document, we hebben een onderzoek gedaan. Nou, hupsakee, PDF strikt eromheen en publiceren met die handel. Dat is even heel kort de bocht. Mm-hmm. En waar volgens mij het dan een beetje in zit, dat het volgens mij prima is om die PDF gewoon te gebruiken. Alleen je moet wel heel goed kijken naar wat wil de ontvanger en hoe gaan we daar dan mee om. He, dus het is niet per se zo volgens mij dat je PDF helemaal in de prullenbak moet gooien. Maar dat je wel heel goed naar het doel ervan moet kijken. En dat er misschien best wel wat processen iets anders ingericht zouden kunnen worden, zodat we daar andere output of andere content van kunnen maken. Ja, ja, oké. Mag als ik dan aanvulling... Ga je gang, Jacobin. Ja, dankjewel. Ik had hem ook letterlijk even in mijn voorbereiding opgeschreven van PDF is niet evil. Wat er mist, dat is weer een beetje doorgeslagen naar, weet je, het is toch wel heel moeilijk die gedachte en dan moeten we het maar helemaal niet doen. Maar het probleem is dat er geen regie op zit. En geen afspraken zijn over standaarden, kwaliteit en wanneer je het gebruikt en waarom of wie je ermee helpt. Het is gewoon, eigenlijk wordt er gewoon gedacht, we gebruiken PDF zonder die voorvragen te stellen of zonder je organisatie erop in te richten. Ja. En het resultaat is dan belabberd, maar dat ligt niet aan het PDF-formaat zelf, maar aan dat je je organisatie niet hebt ingericht op bruikbare content. Want er is ook geen eis in de richtlijnen om toegankelijke PDF's te maken.
De verplichte richtlijnen voor bijvoorbeeld overheden, maar er is een eis om toegankelijke content te maken. Dus dan moet je echt denken van, ja, inderdaad wat Marloes ook zegt, hè, hoe help je mensen en wat kun je aan als organisatie en sluit dat formaat daarbij aan of niet? Ja, en als je heel veel belabberde pdf's hebt, is het makkelijk om te denken, pdf's zijn nooit goed, maar dat lijkt me niet aan de orde, maar... Ja, nogmaals, het wordt wel op de verkeerde manier gebruikt zonder regie of organisatie aanpak. Ja, niet aan de orde en waarschijnlijk ook niet productief, want die pdf's die gaan ook niet weg voorlopig nog. Pdf's gaan nooit helemaal weg. En dat bedoel ik zowel letterlijk als het bestandsformaat, als dat ook organisaties publiceren, maar niet opruimen. Eigenlijk... als we ook naar een organisatie, als we die helpen en dan vragen hoeveel pdf's hebben jullie, dan denken ze nou 600. En als we dan gaan auditen, dan blijkt het er 6000 te zijn. Dus mensen publiceren en kijken er niet meer naar om. Of hebben heel veel versies online staan van één document. Verouderde content. Ze noemen het ook wel het kerkhof van het internet. Alle pdf's die gepubliceerd worden. Dus organisaties ruimen ook niet op. Dus die gaan ook niet weg. Maar het formaat gaat niet helemaal weg. Maar je moet echt wel gaan denken, wat moet ik publiceren? En drukwerk is gewoon geen goede webcontent. Ja, precies. Nou, voordat we dan even iets verder daarop ingaan, ben ik toch nieuwsgierig, Christian en Marloes. Jullie werken allebei voor de overheid. Wat betekent de PDF binnen de overheid? Het hangt er van de organisatie af. Maar als je kijkt in ieder geval naar het aantal vragen dat wij bij DigiToegankelijk binnenkrijgen over PDF van heel veel verschillende organisaties, dan merk je in ieder geval dat het heel veel gebruikt wordt door heel veel organisaties. Ik weet niet of het buiten de overheid net zoveel gebruikt wordt. Ik denk het niet. Ik zeg wel eens... ik zie Jacobien even knikken op beeld hier. Dus waarschijnlijk ook wel. Maar de overheid is wel echt een PDF-machine. Er zijn sommige organisaties die produceren het gewoon natuurlijk aan de lopende band. Zijn organisaties die hebben PDF-straten. We kennen natuurlijk allemaal de Mijn Overheid berichtenbox. Waar je je belastingdienst PDF's binnenkrijgt. Of van je UWV of van je gemeente. Het maakt niet uit. Maar er wordt ontzettend veel met PDF gewerkt. Dus het is voor de overheid een heel belangrijk middel om mee te communiceren. Om mee vast te leggen. Dat kan ik inderdaad beamen. Want wij... produceren ongeveer, dat verschilt een beetje per jaar, maar zo tussen de 500 en 1000 rapporten. Hè, vierjaarlijkse onderzoeken zijn dat die wij doen bij besturen en scholen. Ja, bij per de onderwijsinspectie. Ja, en daar is ook heel dat proces, een hele tool is daar ook op ingericht dat er een PDF wordt gegenereerd en die wordt dan doorgeplaatst op onze website. Ja, en dan heb ik het ook nog niet over allerlei thema-onderzoeken die we doen, thema-rapporten die dan ook nog verschijnen. Hè? Dus het is inderdaad echt, dat proces is helemaal ingericht om uiteindelijk een PDF, een rapport te genereren. Ja, ja. En Jacobien, Christian zei het net al, toen hij even refereerde naar buiten de overheid, hoeveel daar wordt gegenereerd. Jij knikte toen wel in de zin van ook daar wel flink wat PDF's worden geproduceerd. Wat is jouw ervaring daarmee? Nou, je ziet het natuurlijk minder bij zaken als webshops en zo. Hè? Maar daar heb je natuurlijk ook wel PDF's met voorwaarden en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld bij verzekeringen of bij in de kenniseconomie wordt er heel veel met PDF's gewerkt. Maar je ziet daar ook wel een kanteling komen. Dat bijvoorbeeld bij verzekeringen zijn er nu ook projecten door een commercieel bedrijf die nu gewoon... iets in HTML doen, waardoor ze die verzekeringsvoorwaarden niet meer in PDF aanbieden. En dan gewoon per maatschappij even de huisstijl veranderen en de namen veranderen en de bedragen of de voorwaarden veranderen. Waardoor dat gewoon allemaal in HTML is. En binnen de overheid zie je dat ook al wel meer. Ook bijvoorbeeld met de Pro-websites, met magazines. De Pro zijn de websites van de Rijksoverheid. Maar ook buiten de overheid is PDF natuurlijk wel iets dat veel gebruikt wordt voor handleidingen en documentatie en rapporten. Mm-hmm.
Oké, dus je geeft aan dat er wel iets van een kanteling is, ook bij bepaalde organisaties, om toch meer naar HTML over te gaan. Dan is denk ik ook dat een belangrijk alternatief. Als we het even gaan hebben over alternatieven voor de PDF. Wat springt jullie dan verder nog te binnen? Is het eigenlijk HTML, dat is het alternatief, of zijn er nog andere opties? Nee, er zijn ook andere opties. Je ziet ook bij uitgeverijen, daar is nu ook wetgeving in aantocht. Die komt volgend jaar in 2025. Geldt die ook voor e-boeken bijvoorbeeld? Daar kijken ze ook veel meer naar EPUB. En EPUB is eigenlijk een bestand met een mini-website erin. Ja, het is HTML en CSS en nog wat zaken. Dus waarbij je ook toegankelijke EPUBs kan maken. Dus dat is ook wel iets dat dan veel gebruikt wordt. Ja, dat zal dan ook wel, ja, misschien ook wat wel bij PDF zal voorkomen, maar voor wat, als het gaat om wat meer content, denk ik. Of wordt EPUBs ook gebruikt voor kleinere hoeveelheden content? Vooral voor grotere, langere documenten. Maar daar wordt HTML ook wel gebruikt, hoor. Er zijn ook wel projecten waarbij je dus echt wel een systeem gaat ontwerpen om het in HTML te doen. Waarbij je dus dan een navigatie hebt, omdat dat ook een hele grote bezuiniging is en meer grip geeft. Dan elke keer die PDF door een vormgever te laten maken en bijwerken en actualiseren. Ja. En voor één grote overheidsorganisatie zijn wij nu bijvoorbeeld ook heel veel PDF's in HTML aan het zetten. Dus echt een migratie van PDF naar HTML. Ja. Kijk aan. Oké. Dus ja, er zijn wel meerdere alternatieven, maar ja, het hangt ook af van het doel welk alternatief ergens voor geschikt voor is. En ja, misschien ook wel van de organisatie. Ja, maar dat moet je dus wel afvragen. Hè? Wie wil ik bereiken met deze content? Waarom zou PDF hier geschikt zijn? PDF is minder, als je het goed doet, is het responsive. Maar het is minder makkelijk responsive. Dat betekent dat je in één kolom op een mobiel kan bekijken. Of in een andere weergave. En zeker drukwerk PDF zijn dat niet. Maar je moet echt gaan nadenken van, moet ik deze content wel publiceren? Moet ik deze informatie wel publiceren? Voor wie is dat? Hoe gebruiken ze dat? En wat is dan een geschikt bestandsformaat? In plaats van dat je eigenlijk zonder grip iedereen maar PDF's laat maken of inkoopt en die dan online publiceert. Ja. Als ik daar mag op aanvullen, Randy. Zeker. Ik kom er meteen al een klein beetje tot de kern misschien, en daar komen we later vast wel op, hoor. Maar de vraag is groter natuurlijk alleen PDF. Hè. Het gaat over gewoon überhaupt, wat wil je met je website? Hoe wil je de informatie overbrengen en op welke manier? En Jacobien, wat je net al zei, het gaat ook gewoon over de hoeveelheid. Waar heb je website voor nodig? Hè? Je ziet al heel websites met duizenden pagina's. Met duizenden documenten erop. Waar nooit iemand ooit naar gaat kijken, bij wijze van spreken. Dus het begint al helemaal aan het begin. Welke informatie heb ik? Welke informatie wil ik tonen of overdragen aan mijn bezoekers? En hoe ga ik dat dan doen? Dus het is, eigenlijk kom je daar al tot de kwestie van dat het een organisatieprobleem is. Voordat je al naar de techniek gaat kijken. Als we het dan aanvullen. Ja, dankjewel. We zitten natuurlijk ook wel ermee dat we vanuit de open overheid natuurlijk ook wel alles moeten delen. Dus inzichtelijk maken. En dat is ook wel dan heel lastig hoe en hoe ga je dan daarmee om? Of moet je dan meer gaan kijken van, goh, we hebben een rapport. Moeten we dat rapport dan met 30 pagina's publiceren? Of kunnen we daar meer een publieksvriendelijke versie van maken? Weet je wel, dat zijn natuurlijk ook allemaal ideeën waar je wat mee kunt. Dus mm-hmm. Ja, hoe ver ga je? Je hebt als overheid, het is een overheid is erbij gebaat om transparant te zijn natuurlijk. Moet daarom informatie gedeeld worden. Maar als de informatie niet tot bij een bepaalde groep niet tot hun kan worden genomen, dan is het ook niet transparant. Als we het dan hebben over mag ik daar nog even op inhaken? Natuurlijk moet je transparant zijn, maar je moet je wel bij je taken houden. En wat je heel veel, tenminste als je dit aan wil kunnen, hè, want wat Christian zei, kwantiteit
is echt de grootste bedreiging voor de kwaliteit. Als je zoveel hebt, kun je het niet aan. En als je een gemeente bent en Rijksoverheid publiceert bijvoorbeeld een quarantaineformulier, waarom doe je dan geen link naar een formulier dat al ergens anders staat? Waarom moet je allerlei dingen gaan herpubliceren, waardoor je het versiebeheer en de kwaliteit niet aan kan? Of waarom ga je van allerlei dingen publiceren die niet van jou zijn? Net als het net genoemde voorbeeld. Je kan niet ongebreideld zonder grip publiceren. En als je dat wel doet, je moet transparant zijn, maar over wat je zelf doet. Maar je moet niet van. Je moet wel je taken scherp houden. Want je kan het gewoon niet behappen anders. Dus dat. Ja, en Jacobien, jij zit dan vaak aan tafel bij organisaties die dan, waar je die vraag ook zou kunnen stellen. Van waarom hebben jullie dit formulier zelf nog een keer gepubliceerd? Wat voor antwoorden komen dan erop? Ja, vaak is het ook in strijd met eigen richtlijnen, maar wil iemand behulpzaam zijn en die gaat dan op eigen houtje dat doen. Of bijvoorbeeld, we hadden ergens waar nog 2000 pdf's stonden van dingen die ook op een landelijke website van ruimtelijke plannen stonden. Het is toch iets van, wij willen dat ook publiceren. Wij vinden dan iets anders. Wij vinden dat we dat zelf anders of beter doen. Of mensen willen het bij ons doen. Maar mensen gaan heel veel dubbelen. En dat merken we ook met een audit. Het is niet verkeerd bedoeld, maar het wordt niet opgeruimd. En eigenlijk zou je gewoon een stel Marie Kondo-achtige types moeten aantrekken die er flink met de bezem doorheen gaan. En zeggen, dus dit spark joy. En weg ermee. En je kan gewoon heel veel pdf's verwijderen, maar dat moet je wel doen, want er is gewoon geen enkele grip. Maar ik denk dat als we het hebben over hoeveel pdf's joy sparken, dan wordt het wel heel rigoureus. Nou ja, precies, dus dat zou het ook wel moeten zijn. En je kan gewoon niet denken van, goh, we dachten dat we 600 pdf's hebben en we hebben er 6000. En dan van overheidsgeld gaan denken, die gaan we allemaal dan repareren. Dat is geen zinvolle besteding van belastinggeld. Dus je moet toch gaan kijken van, wat is betaalbaar? Wat moeten we publiceren? Wat is behulpzaam? En daarmee wil ik niet zeggen dat je dan dingen maar niet moet publiceren waar je mensen wel mee kan helpen. Maar je moet wel gaan kijken van, wat kun je goed doen? En hoe doe je het goed? En hoe richt je dat proces in? En hoe krijg je mandaat om dat goed te doen? In plaats van daar gewoon geen enkel plan voor te hebben. Mm-hmm. Ja, en wat ik daaraan aanvullend nog merk bij ons, hè, is dat wij zijn vrij streng ook op onze website met content van derden. Dus wat Jacobien net ook aangaf. Dus dat doen wij inderdaad ook niet. Dat halen we niet binnen. We linken er wel naar. Maar als wij niet de eigenaar zijn, dan nemen we het niet integraal op onze website. Maar wat daaraan soms wel lastig is, is dat wij zijn heel erg bezig met die toegankelijkheid. Proberen daar zo goed mogelijk oplossingen voor te bieden, et cetera. Mm-hmm. Alleen de partijen waarmee we samenwerken, die zijn vaak nog niet zo ver. Dus dan zitten we op het punt dat we willen graag naar een bepaalde publicatie linken, waar bijvoorbeeld wij ook als inspectie aan hebben deelgenomen of aan hebben meegewerkt. Maar dan is dat niet voldoet die publicatie bijvoorbeeld niet aan de toegankelijkheidseisen. En eigenlijk zijn wij dan als overheid wel verplicht om het dan zeg maar op onze website wel toegankelijk aan te bieden. Dus ik zit daar soms ook, hè, en het team bij ons zit dan ook in een spagaat van we hebben daaraan meegewerkt, maar we weten eigenlijk dat we dan naar een niet toegankelijke pdf linken en dat, hè, of een andere vorm van content. En dan en als je daar liever niet. Als je daaraan meegewerkt hebt, Marloes, hè, zijn jullie dan ook in de positie op dat moment om dan eisen te stellen van om dat vroegtijdig in te brengen? Van hoe gaat het publiceren? Ja, wat mij betreft wel. Alleen op een of andere manier gebeurt dat niet altijd. En dan heb je toch achteraf helaas de discussie. Want wij werken ook met briefingsformulieren, met voorwaarden, randvoorwaarden, et cetera. Maar dat lukt dus helaas niet altijd om dat helemaal 100% goed te krijgen. Nee, dat snap ik. Ja, ik heb nu, wat misschien daar wel bij aansluit, ook voor een grote overheid allerlei onderzoeksbureaus getraind. Van, hey, dit wordt van je verwacht. Dit zijn routes om eraan te voldoen. En ik zou ook in dat geval altijd zeggen van, werk ook met PDF UA. Dat is de aanbevolen standaard voor toegankelijke PDF.
Maar ja, je moet het gewoon heel vroeg meenemen. Reparatie is hartstikke duur. Ja. En het wordt nooit optimaal. En vraag ook hoe een bureau aantoont of een vormgever aantoont dat het toegankelijk is. En denk ook na van, ja, publiceren we dit inderdaad wel in een PDF of in HTML? Ja, ik vertel jou waarschijnlijk niet veel nieuws, Marloes, maar voor heel veel overheidsinstellingen geldt wel, je bent wel opdrachtgever. Hè? Dus je moet echt in het begin al eisen van, ja, waar moet het aan voldoen? Stel je geen tegenstrijdige eisen. Bijvoorbeeld van, we willen een interactieve PDF in pastelkleurtjes met wit. En hij moet toegankelijk zijn. Dan stel je al tegenstrijdige eisen. Dus wees ook gewoon heel... Ja, eigenlijk moet je leren hoe je een goede opdrachtgever wordt. Ja. Zodat je dat kan meenemen. En het ook realistisch wordt dat zo'n product toegankelijk wordt. En de opdrachtnemer ook aantoont wat hij daaraan gedaan heeft. Ja, dat laatste, ja, zeker. Is ik denk dat goed, goed opdrachtgeverschap is inderdaad heel belangrijk. En het voorbeeld wat ik een beetje aanhaalde ging meer ook over dat we wel eens in een artikel of zo worden geïnterviewd, hè, of aangehaald. Ja, en dan zit je meer, dan leef je een bijdrage. Ja, en dan wil je wel graag als inspectie daar ook aandacht aan geven. En dan merk je dat dat dan niet helemaal toegankelijk is. Ja. Ja. Maar nee hoor, zeker wat jij zegt. Als wij inderdaad een opdracht geven om met een vormgever of om tafel te gaan. Dan zorgen we dat die voorwaarden inderdaad van tevoren heel helder en duidelijk zijn. Ja. Ja. En daarbij, als ik mag aanvullen. Want ik merk dat het wel eens wordt vergeten in de praktijk. Is dat men wel van tevoren toegankelijkheid uitvraagt bij een leverancier. Maar dat men... niet goed specificeert hoe het bewijs eruit moet zien. Dat een leverancier moet meeleveren. Dat ze ook daadwerkelijk voldoen aan de opdracht. Dus dan ontstaat er een discussie tussen de leverancier en de opdrachtgever over bijvoorbeeld die dan de kosten voor de audit moet betalen van het document. Of andere discussies. Dus het is heel belangrijk om het heel goed op te nemen in je inkoopvoorwaarden. Ja, en daarbij zou ik dus ook echt de standaard PDF-UA gebruiken. Want die gaat echt over dingen die specifiek zijn voor een document. Bijvoorbeeld dat content naar een tabel kan eindigen op pagina 1 en doorgaan op pagina 2. Nou ja, dat staat allemaal niet in... dat wordt heel specifiek gemaakt hoe je dat toegankelijk maakt. En ook wat je... Jacobien, sorry ik je onderbreek, maar misschien dat we ook even op PDF UA... dat we daar even iets meer op in te gaan voor de luisteraars die wat minder bekend mee zijn. Ja. Ja. Kan je dat even introduceren? Ja. Ja, PDF UA is een internationale standaard een ISO-standaard voor toegankelijke PDF. Nou, WCAG zijn de Web Content Accessibility Guidelines. Die gaan over webcontent. En eigenlijk is dat ook wel heel erg geschreven met webpagina's als HTML-pagina's in gedachten. En PDF heeft hele specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld dat... dat je in een pagina heb je een lijst of een tabel die op de ene pagina kan beginnen en op een andere pagina doorlopen. Of kop- en voetteksten. Een font moet je insluiten voor toegankelijkheid. Dat zijn allemaal dingen die komen niet in gewone webpagina's voor. En daarom is er een hele specifieke standaard die je... softwaregebruikers kunnen, softwaremakers, documenttesters kunnen gebruiken. Om dus die toegankelijke PDF te maken. Een voorbeeld is van als je een font niet goed insluit of zorgt dat het goed is ingesloten qua tekens, dat je bijvoorbeeld kan hebben dat een dubbele F overal een tilde is. Nou, dat is een heel specifiek voorbeeld, maar het woord effectief, efficiëntie, stikstoffen, noem maar op, is dan niet meer voor te lezen en niet meer te gebruiken. Nou, als je goede software gebruikt, hoef je daar helemaal niet druk om te maken van of dat wel goed gaat. Maar in PDF UA staan dus hele specifieke eisen. En als je dat afspreekt, maak je ook heel duidelijk van hier moet het document aan voldoen. En is het ook veel makkelijker te testen. Er staan dingen al in als koppen worden niet overgeslagen, bladwijzers gebruiken. Zo ziet een bijschrift erbij in de code.
Dus daarmee maak je het heel goed duidelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Testen wordt makkelijker. Het Forum voor Standaardisatie heeft nu ook een tool ontwikkeld. Die link komt ook in de show notes, waarbij je ook daarop kan testen. Je hebt andere tooling. Dus je kan daar veel makkelijker op testen en je gaat toegankelijkheid garanderen. En een opdrachtnemer kan daarmee ook zelf makkelijker aantonen dat het document toegankelijk is als hij aan WCAG en PDF-UA voldoet. En wat je nu nog wel ziet is dat ze een screenshot nemen van een tool waar dan allemaal groene vinkjes in staan. Maar een tool is een hulpmiddel en je moet net wat verder kijken dan de groene vinkjes, maar dat is wel een eerste belangrijke stap. Het is het beginpunt en niet het eindpunt, die groene vinkjes. Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook bij een aanbesteding van een gemeente, hadden drie partijen een proefopdracht. En daar hebben we ook echt meegekeken van, voldoen ze aan PDF-UA. En dan heb je ook geen discussies over, mag je wel of niet een kop op overslaan. Of, die lettertekens zijn niet ingesloten. En je gaat gewoon echt kijken naar toegankelijkheid in plaats van alleen maar een paar vinkjes en nog een ontoegankelijk document. Ja. En is dan ook het deel van een goede opdrachtgever zijn en een eis die je kan meegeven om te controleren dat het goed gaat, ook dan stellen van het moet gewoon een PDF-UA zijn, het moet daaraan voldoen? Ja, als jij inclusiviteit wil en je wil het makkelijker maken. Het lijkt misschien in eerste instantie, het is een extra set eisen, maar uiteindelijk maak je het proces beter. En het is een aanbevolen standaard en ja, internationaal wordt die ook gebruikt voor deze doeleinden. Het is echt voor de toegankelijke PDF. Heel goed. Randy, mag ik nog een aanvullende vraag stellen aan Jacobien? Ja, ga je gang, Christian. Wat je natuurlijk veel ziet ook in organisaties, dat mensen in Word lekker zitten te tikken. En dan die ga ik even opslaan als een PDF. Ja, dat doe ik zelf ook heel vaak. Ja, ik denk dat iedereen dat doet of gedaan heeft. Sowieso heb je volgens mij geen standaard functionaliteit nu nog in Word waarbij je kunt opslaan als PDF-UA. Tenminste, ik geloof niet dat ik in mijn versie dat zie. Maar wat zou je daar dan voor tips voor hebben? Ja, nou ook al zou je niet aan PDF-UA voldoen, Word laat hier echt dingen liggen. Want bijvoorbeeld als jij een tabel, tabellen worden niet goed toegankelijk als je dat met Word exporteert. Ook lijsten die over meerdere pagina's staan, bijschriften. Er gaan best wel veel dingen niet goed als je alleen met Word exporteert. Ook al zou je niet helemaal naar PDF-UA kijken. Wat een misverstand daarin is, is ook dat de toegankelijkheidschecker iets zou aangeven over of de PDF straks toegankelijk is. Maar dat is echt een tool van of het Word-document volgens de regels van Microsoft redelijk toegankelijk is. Bedoel je de toegankelijkheidschecker binnen Word zelf? Ja. Maar je hebt eigenlijk aanvullende software nodig om dat goed te doen. Of je moet nabewerken. Dus wij werken zelf met de plugin van Access voor EnableDocs. En dat is je moet zorgen dat je goede schablonen hebt. Nou is het sowieso al een lastige dat als je schablonen hebt. Je hebt er heel hard aan gewerkt dat je daarmee nog niet een toegankelijke PDF kan maken vanuit Word. Maar je moet echt schablonen optimaliseren. En dan kijk je ook naar je tooling. En dan kun je vanaf Word een PDF-UA maken. Als je schablonen gebruikt en de stijlen die hiervoor aangepast zijn met aanvullende software. Dus als je Word gebruikt, Word laat daar echt wel dingen liggen. Dan kun je of aanvullende software gebruiken om een document te maken dat echt goed toegankelijk is. Of je moet nabewerken. Maar nabewerken is echt vreselijk veel werk. En dan wordt het ook snel wat willekeurig. Hè? Welk document is wel of niet het waard om nabewerkt te worden. Of dan heb je ook geen grip meer.
Dus ik zou echt ervoor kiezen om in control te zijn en te zorgen dat mensen makkelijk, en dat is het voordeel van aanvullende software, mensen willen helemaal niet toegankelijkheid als nieuwe hobby. Mensen willen gewoon hun werk doen. En als je dan wat stijlen moet aanklikken, is prima. En deze tooling van Access, die heeft ook echt een aparte exporteerfunctie. Dus ja, dan kan je het echt goed doen. Maar mensen willen dit niet als nieuwe hobby. Die willen gewoon een korte instructie. Wat moet ik doen? Laat mij dat schabloon gebruiken en dan is het klaar. En natuurlijk moet je dan altijd nog alternatieve tekst invoeren bij afbeeldingen. Of wel zorgen dat je de kopniveaus kiest. En dat je niet zelf een infographic gaat invoeren met een hele laag contrast. Dus er zijn nog wel wat richtlijnen, maar het wordt wel heel veel minder complex. Ja, ik voelde wel een mooi bruggetje inderdaad aankomen toen Jacobien het had over. Hè, mensen willen niet toegankelijkheid als een nieuwe hobby. Ja. Dat merk je gewoon ook heel erg in de organisatie. Hè? Dat je daar zijn ze weer met toegankelijkheid. Hè? Een soort toegankelijkheidspolitie komt weer even om de hoek. En daarom hebben we ook geprobeerd in onze awarenesscampagne die we in 2019 zijn gestart binnen de onderwijsinspectie, om ook echt in te zetten op, we proberen zoveel mogelijk al in de tooling, in de schablonen, in de software dingen op te lossen, hè, zodat we daar mensen niet mee hoeven te vermoeien. Zodat ze ook niet een nieuwe hobby ernaast hoeven na te houden. Maar dan nog heb je wel wat punten waar je mensen gewoon in moet trainen. En dat geeft ook niet. Want de mensen die wij op training hebben gehad, die gaven ook aan van, moet ik daar op letten? Moet ik even kijken naar die titel? Moet ik een alt-tekst inderdaad maken bij een afbeelding? En ik moet wat beter nadenken over de inzet van een tabel of een grafiek. Is het per se nodig? Of is het misschien op een andere manier ook op te lossen? Dus dat gaf wel veel begrip en mensen snappen ook waarvoor ze dat moeten doen. Dus dat is gewoon heel fijn. Ja, als je het maar uitlegt, als je het maar. Want het opleggen, dat werkt niet. Als je het ook maar uitlegt en ook zorgt dat je het eigenlijk al gewoon in je standaarden zeg maar meeneemt. Ja, als ik mag ik daarop aanvullen ook nog. Goed, wat je zo beschrijft, je gaat het dus organiseren. Je probeert het zodanig te organiseren dat je de mensen eigenlijk zo min mogelijk mee lastig valt. En het hangt natuurlijk van de organisatie af wat je doet. Het is niet overal mogelijk, maar bij Logius hebben we besloten om gewoon helemaal geen PDF's meer te publiceren. Dus daar is op een gegeven moment al gezegd van alles is geïnventariseerd. We hebben gekeken welke PDF-documenten hebben allemaal op de website van Logius staan. Mm-hmm. Welke kunnen weg, dus is een grote schoonmaak gehouden. Welke moeten per se blijven staan. Nou ja, en daar zijn HTML-documenten van gemaakt. Dus in principe zou je geen enkele PDF-document meer kunnen rigoureuze besluit. Ja, maar als je iets archiveerbaar wil maken, dan heb je met een archiveerbare PDF wel de garantie, omdat de lettertypes en zo ingesloten worden, dat je die op de lange termijn kan openen. Dus in die plek is er nog echt wel ruimte voor goede PDF's. Ik zeg helemaal niet dat je dus helemaal nooit moet doen. Ik zeg alleen maar dat Logius gewoon als organisatie voor heeft gekozen. Ja. En dat kon ook omdat wij, je hebt genoeg organisaties waarbij dat gewoon niet mogelijk is. Ja. Of in ieder geval nog niet mogelijk is. Of dat je er gewoon anders besluit. Wij hebben hiervoor gekozen. Maar goed, het is dus ook een organisatiebesluit. Ja, en wat ik daarbij wel gelijk als haakje zie van, de randvoorwaarden moeten ook vanuit de organisatie geregeld worden. En dan is het gewoon te doen. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een filmpje gemaakt voor een organisatie om te laten zien op welke dingen mensen vastliepen met een PDF. Gebruikers. Want het is gewoon een onzichtbaar probleem. En toen hadden we bijvoorbeeld een voorbeeld van een grafiek waarbij een blinde vrouw echt alleen maar de x-as en de y-as voorgelezen kreeg en niet de informatie die grafiek bood. En nog een paar van dat soort voorbeelden waarbij zij dus echt vastliep, waarbij het dus inzichtelijk werd van, god, dit is inderdaad wel een probleem en nu zien we het. En dan kan je ook wat doen. Een probleem dat je niet ziet, kan je niet oplossen. En je kan het ook niet op uitvoerend niveau oplossen. Dus je moet echt
vanuit die organisatie randvoorwaarden gaan doen van de juiste software, opruimen en bij nieuwe zaken de kraan dichtdraaien, een mandaat regelen, budgetten regelen. Dus dat moet ook op organisatieniveau. Dit kun je niet als webredacteur oplossen. Het is een te groot onderwerp om bij één redacteur neer te leggen. Ja, maar ook als jij, het nog heel even daar mag aanvullen, als jij bijvoorbeeld een Citrix-omgeving hebt en daar zit een hele grote knop in Maak PDF en dat is een ontoegankelijke PDF, dit moet je gewoon groter oplossen. Ja. Waar begin je dan, Jacobien? Want je noemt een aantal dingen net even heel snel die belangrijk zijn om dit onderwerp goed te tackelen. Ja, wat is een goed startpunt? Het ligt een beetje aan de organisatie. Ik vond het voorbeeld van het filmpje, om het bij hoger management duidelijk te maken, vond ik een hele goede aanpak. We doen het ook wel vaak met awareness sessies of een audit van waarbij we de mensen laten zien van wat hebben ze nou. Waarbij je ook eigenlijk laat zien welke problemen zijn er. Ook bijvoorbeeld, in PDF staan heel vaak persoonsnamen of stukjes inlogcodes. Daar gaat heel veel fout. Dus we laten eerst zien wat is het probleem en hoeveel heb je en waar sta je. En hoe is het proces ingericht, kan daar wel een goede output bij komen. En dan kan je ook gerichte keuzes gaan maken in plaats van dat je zomaar met hagel gaat schieten op een olifant, dan bereik je niks. Dus je moet echt gaan kijken aan welke knoppen kunnen we dan draaien en dat maak je dan inzichtelijk. Maar daar heb je ook voor nodig dat hoger management dat aan voorwaarden gaat regelen en dat er mandaat komt, budget, dat het proces doorgenomen kan worden. En wat nog wel een hele lastige is, vind ik, zijn de externe leveranciers. Als je documentsystemen hebt, zaaksystemen, wat doen die met je documenten? En dat is ook iets wat je, denk ik, groter moet aanpakken. Bijvoorbeeld vanuit een VNG of vanuit overheidsorganisaties samen, om te kijken dat je daar ook grip op krijgt. Ja. Nou, het gebruik van video kan ik in ieder geval wel onderschrijven. Want als ik geen podcast maak in het dagelijks leven, ben ik UX-researcher. En als mensen met hun eigen ogen zien dat iemand volledig vastloopt op iets wat ze dan creëren, produceren, op systemen die gemaakt zijn, dat kan erg treffend en overtuigend werken. Veel meer dan een verhaal of een rapport of een infographic of wat dan ook. Dus dat onderschrijf ik zeker. Maar Lux, als ik aan jou vraag, waar begin je als het gaat om toegankelijke PDF? Wat zijn jouw ervaringen? Welke tips heb jij voor de luisteraar? Ja, wat wij binnen onze organisatie hebben gedaan, is eerst alles in kaart gebracht. Dus waar binnen de organisatie, wie zijn er allemaal mee bezig, wie hebben we nodig? Dat hebben we allemaal in een mooie soort mindmap hebben we ervan gemaakt. En toen hebben we gekeken waar te beginnen. En er zijn eigenlijk een aantal zaken die aangepast moesten worden. We hebben binnen onze organisatie te maken met geautomatiseerde rapporten. Dus rapporten die in een bepaalde tool zitten, waar vervolgens medewerkers of collega's informatie moeten zetten. En dan rolt er dus zo'n geautomatiseerde PDF uit. Mm-hmm. En we hebben nog ook al die handmatige rapporten. En daar hebben we dan schablonen voor. Dus we hebben geprobeerd om die processen, om daarin te zorgen dat we zoveel mogelijk in de techniek konden oplossen. Ja. En daarnaast zijn we aan de slag gegaan om onze collega's bewust te maken van het feit dat we onze producten toegankelijk moeten aanbieden. Dus dat is dan die awareness-campagne geweest. Mm-hmm. Waarbij we een lunchlezing hebben gedaan. Daar hadden we een expert uitgenodigd. Ook iemand die blind is, die heeft laten zien van goh, nou, ik ga eens naar jullie website en ik probeer een PDF te openen. En waar loop ik tegenaan? En dat was gewoon een live sessie. Ja. En dat heeft echt heel goed gewerkt. Dus ook een ervaringsdeskundige aan het woord laten?
Zeker, ja, zeker. En uiteindelijk hebben we dat materiaal ook allemaal nog op ons intranet gedeeld, hè, voor mensen die er niet bij konden zijn. En daar ook een heel veel interne berichtgeving naartoe verwezen. En voorafgaand, wat ik even vergeten was om te vertellen, maar voorafgaand heb ik eerst een rondje gemaakt langs alle MT's. Het managementteam van alle afdelingen en sectoren om te vertellen hoe we het gaan aanpakken en ook het belang en dat ik ook van hen de ondersteuning nodig heb. Mm-hmm. En dat is gewoon heel belangrijk dat je wel dat mandaat hebt. En gelukkig heb ik dat ook gekregen. En er zijn ambassadeurs binnen onze organisatie en die hebben we echt wel nodig gehad om dit op de kaart te zetten. Ja, het mandaat is dus erg belangrijk. Een belangrijke driver om dat gedaan te krijgen in de organisatie. We hebben natuurlijk ook een andere belangrijke drive, wat ik ook bij andere afleveringen heb terug horen komen, is wet en regelgeving. Christian, hoe staat het daarmee als het gaat om PDF's, om toegankelijke PDF's? Ja, we hebben natuurlijk sinds 2016, maar echt van start gegaan in 2018, het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat zegt dat websites en apps toegankelijker moeten worden gemaakt door het toepassen van de standaard. Dat is de WCAG. Mm-hmm. Op dit moment is dat versie 2.1a en AA. En de tweede verplichting die je hebt is dat je rapporteert over wat je aan het doen bent in de toegankelijkheidsverklaring. En je werkt daarbij toe naar volledige toegankelijkheid. Nou, als het gaat over zoals ze dan noemen in de wetgeving kantoorbestandsformaten, waaronder PDF. Ja. Kan er een uitzondering gelden. Dat wil zeggen dat alle PDF's die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018... daarvoor gelden verplichting niet om ze toegankelijk te publiceren of gepubliceerd te hebben. Behalve als er nog een onderdeel vormen van een lopend administratief proces, bijvoorbeeld van een vergunningsaanvraag. En dus alle PDF's die zijn gepubliceerd na die datum, 23 september 2018, die moeten wel voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dus ja, goed, als je een hele hoop PDF-documenten hebt, nou goed, dan kan je daar je inventarisatie beginnen. En vervolgens, ik hoorde laatst een heel mooie uitspraak van wat is nou het beste moment om te beginnen met iets dergelijks? Nou, dat was eigenlijk natuurlijk in 2018 geweest, of eerder nog. Wat is nu het beste moment? Nou, dat is nu. Dus goed, nou ja, dat no time like the present. Geef op terug. No time like the present. Er zijn nog wat andere mogelijkheden die je kan benutten, als ik het even zo mag noemen. Die de wettelijke verplichting ons biedt. Een daarvan is wat ik in de praktijk wel eens zie gebeuren, is dat er een onevenredige last wordt geclaimd. Dat wil dus zeggen eigenlijk dat je zegt van, ik heb nog tig PDF's van na 23 september 2018. Als ik die allemaal nu moet nabewerken, kost me dat ontzettend veel geld. Dan zou je daarvoor een onevenredige last kunnen claimen. Door te zeggen van, ik laat die even zitten, want het kost me te veel geld. Daarbij geldt dan ook wel weer een voorwaarde. En dat is dat je wel een toegankelijk alternatief moet bieden. Dat kan in meerdere vormen zijn. Je kan een telefoonnummer erbij zetten van, bel ons als je dit document niet kan lezen. Ja. Maar goed, dat zijn op zich allemaal opt-outs. En dat kan je ook niet alle tot in de eeuwigheid blijven gebruiken. Want uiteindelijk moet je toch toewerken naar volledige toegankelijkheid. Dus dat betreft zou je, en dat is wat jouw kabinet heeft tussen de regels al door, spreken eigenlijk gewoon af dat je vanaf nu geen ontoegankelijke PDF's meer publiceert. Ja, dus je hebt de regelgeving inderdaad, het mandaat, een stuk in het mandaat kan ook zijn geen ontoegankelijke PDF's meer publiceren. Jacobien, in het vorige gesprek hebben we het daar ook over gehad. Ja, dat moet je echt regelen dat je degene die die PDF's publiceert, het mandaat heeft, krijgt of neemt. Te zeggen, er worden alleen nog maar toegankelijke PDF's gepubliceerd. En daarvoor heb je dus echt weer die steun nodig van hoger management.
Want anders komt er natuurlijk op een gegeven moment iemand aan je bureau blaffen dat dat echt wel moet en dat je maar te luisteren hebt. Want ergens moet die kraan gewoon dicht. En op het moment dat je die kraan echt dichtzet van er komt niks meer op die website dat niet toegankelijk is, dan moet je gedwongen naar oplossingen gaan kijken en gaan uitvinden hoe je het wel doet. En ja, eigenlijk wil je dat niet op documentniveau doen, maar dus eigenlijk zorgen dat je processen zo goed zijn met inkoop en creatie, dat je dat gewoon goed doet. Waar ook nog wel eens bij die uitzonderingen in de wet, wil ik nog heel erg bij Christian aanhaken, want er is een uitzondering voor bijvoorbeeld complexe kaarten. Dat wil niet zeggen overigens dat je dan helemaal niks meer hoeft te doen voor toegankelijkheid, of dat het niet toegankelijk hoeft te zijn voor kleurenblinden, of dat de tekst bij die kaart niet toegankelijk hoeft te zijn. Dus denk wel inderdaad van als iets onder een uitzondering valt, dat je een gelijkwaardig alternatief moet hebben. En wat je wel kan doen, dat je dat ook doet. Dat vind ik wel even. Bij die kaarten merk ik vaak dat mensen denken, oh, hoef ik niks meer te doen. Dat klopt niet. Die maatregelen die moet je dus ook echt beschrijven, want je kan dit niet op documentniveau regelen of op uitvoerend vlak regelen. En dat mandaat is hartstikke belangrijk. Is er een uitzondering, dan is nog steeds genoeg reden om wat er mogelijk is nog steeds te doen. Ja, want dat je bij een moeilijke kaart, dat die niet toegankelijk is voor kleurenblinden, dat is geen uitzondering. Een complexe kaart bijvoorbeeld waarin allemaal lagen staan, ja, dat kan je nu nog niet helemaal toegankelijk maken. Daarom is dat een uitzondering. Maar je moet wel de taal aangeven, de documenttitel, het kleurgebruik en de tekst die verder in de uitleg zit in die PDF. Dus het is niet van, daar hoef je niks meer mee te doen of er hoeft geen alternatief te zijn. Precies. Ik weet ook dat je het nog even wilde hebben over verborgen kosten aangaande dit onderwerp. Ja. Vaak wordt wel gerekend dat je aan een webpagina zo'n 2 uur kwijt bent per jaar. Om te kijken, is die nog actueel, up-to-date? Moet dit nog online zijn? En dan heb je het over een gewone webpagina. Maar we hebben eigenlijk geen reden om te denken dat bij PDF-pagina's minder dan 2 uur zou zijn. Sterker nog, als je een PDF hebt van 97 pagina's, zal het eerder zijn. Dus als jij 6000 PDF's op je pagina hebt, en je moet dat allemaal gaan beheren en op kwaliteit houden en op kijken of er geen dode links in zitten of dat de informatie nog klopt. Ja, dat kost je echt zoveel geld en er wordt vaak alleen gekeken naar van een PDFje maken, nou dat doen we in 5 minuten of dan geven we een opdracht, maar het toegankelijk maken ervan en het up-to-date houden en het beheren, dat kost natuurlijk veel meer geld en naar die kosten worden vaak niet gekeken. En dan lijkt een PDF heel goed. Een slechte PDF is ook heel goedkoop. Maar goede webcontent is vaak makkelijker te realiseren in een HTML-pagina dan al die PDF's. En dan kijk je naar de echte kosten. Ja, precies. Dus de verborgen kosten waar niet over gedacht wordt, die er toch wel degelijk zijn, die zouden gemaakt moeten worden. Ja. Dat geeft het gewoon een heel ander beeld. Dat geeft een heel ander beeld. Ja. 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 Nou, goed om even gezegd te hebben. Ja, we hebben het heel even over Microsoft gehad en vanuit Word opslaan als een PDF. Nou, PDF is natuurlijk ooit bedacht door Acrobat. Als we het hebben over die grote organisaties, de Microsofts en de Acrobats van deze wereld. Wat zouden die nog kunnen doen om te zorgen dat dit onderwerp eigenlijk makkelijker wordt of behapbaarder wordt? Wat voor verantwoordelijkheid hebben zij in deze ding? Nou, zij kunnen heel veel doen, maar het punt is, er wordt ook heel veel niet gedaan. Ze doen wel dingen, maar er wordt heel veel niet gedaan. Zo kan je vanuit Word nu niet een PDF maken die echt goed toegankelijk is. En ook mensen denken dat je met Acrobat een PDF echt goed kan onderzoeken. Nou, daar heb je bijvoorbeeld de tooling van de Forum voor Standaardisatie nu aan het maakt en een testtool als een gratis testtool als pak 2021 voor nodig. Maar alleen met een automatische check in Acrobat kan je niet bepalen of
een PDF toegankelijk is. Dus je moet echt, als die organisaties het niet oppakken, dan moet je verder kijken. En dat is ook de reden dat er best wel wat commerciële organisaties zijn die in dat gat zijn gestapt en die aanvullende tooling hebben ontwikkeld. Waarvan sommige gratis is, zoals die testtooling. En sommige tooling is er om kosten te besparen en goede toegankelijke PDF's te maken om die missing link in die exportfunctie te maken. Zoals Access Word dat doet. Dus ja, we zouden heel veel mogen verwachten van grote softwarepartijen. Maar als die dat niet doen, ja, dan is er andere tooling beschikbaar die je kan gebruiken om dat goed te doen. Ja. Dus er is tooling beschikbaar, maar idealiter zou dat natuurlijk van de grote partijen zelf. Ja, maar omdat dat niet gebeurt en die tooling er wel is, kan je niet zeggen dat je het niet kan doen. Weet je, het is financieel haalbaar en goedkoper om het te doen. Want nabewerken wil je echt vermijden. Dat is echt heel, heel, heel veel werk. Dus dat is de duurste optie eigenlijk. Dat is de duurste optie en ook de. Maar er is dus gewoon tooling. En daarbij moet je wel kijken, inderdaad, ja, dat is lastig te beoordelen. Daar kunnen wij bijvoorbeeld ook in adviseren van wat is dan tooling die inderdaad doet wat ze claimen. Maar er zijn gewoon mogelijkheden om het met aanvullende tooling goed te doen. Want met bijvoorbeeld een plugin van Acrobat voor Word of met Word zelf. Je hebt hele overzichten van wat er dan nog niet goed kan gaan. Precies, precies. Oké, nou we gaan langzaam naar een afronding van deze aflevering. We hebben het ook gehad over de enorme stroom PDF's die wordt geproduceerd door overheidsinstellingen. Vanuit het redactieteam hadden we daar nog een idee voor. Wat als we voor elke PDF die gecreëerd wordt of die gepubliceerd wordt een boom zouden planten? Denk je dat dat zou helpen om mensen wat bewuster ermee om te gaan? Dat niet, maar het is wel gigantisch goed voor het milieu. Ik denk dat we dan, wel hele grote bossen in Nederland gaan terugkrijgen. Een PDF-bos. Nou, een PDF-bos. Ja. Ik denk dat we de Amazone in Nederland krijgen. Ah. Alleen met andere bomen. Ja. Wordt gewoon Nederland weer een oerwoud? Het oerbos wordt hersteld. Ja. Ja, nou, misschien is dat te ambitieus dan. Ik ga toe naar een afronding en ik heb een aantal zaken gehoord die ik interessant vind en dusdanig belangrijk dat ik ze nu nog even wil samenvatten voor de luisteraar. Dus eigenlijk, als we het hebben over het publiceren van PDF's, is PDF UA, die standaard, dat is hetgene waar we naar moeten streven. Ik onderbreek je heel even. PDF UA is een standaard waar je aan voldoet. Je kan niet opslaan als PDF UA. Het is net als WCAG. Die standaard gebruik je om te zorgen dat je PDF toegankelijk is. Ja, dus het is een set richtlijnen om te zorgen dat je PDF toegankelijk is. Ja. Niet te verwarren met een aparte bestandsformaat. Zoals PDF A. Precies. Dus eist dat ook als opdrachtgever aan je leveranciers dat als ze PDF's gaan produceren, dat die ook voldoen aan PDF UA. En specificeer dan ook hoe dat bewijs eruit moet zijn. Goed opdrachtgeverschap in die zin is dan erg belangrijk. Nou, het repareren van PDF's is heel duur, dus het beste is om het vooraf te doen. En er zijn ook alternatieven voor PDF's. Hè. Soms kan je ook denken van, moeten we dit wel delen? Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Maar als het antwoord dan uiteindelijk ja is, dan is ook de vraag, hoe gaan we dat dan doen? Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals HTML en EPUB. En die kunnen ook, het kan zijn dat die misschien beter zijn dan een PDF. Maar is PDF wel het antwoord, dan is natuurlijk de UA-standaard belangrijk om daaraan te voldoen. PDF's hebben ook verborgen kosten die vaak worden vergeten. En dat maakt een vergelijking lastig. Dus hou ook in de gaten dat het toegankelijk maken van PDF geld kost. En dat zorgt informatie up-to-date houden ook geld kost. Dan heb je een betere vergelijking als je gaat bekijken welke manier van publicatie gekozen wordt. En wanneer begin je? Nou, idealiter een paar jaar terug. Maar ja, we hebben geen tijdmachine. Dus mocht je dat niet gedaan hebben, dan is nu het moment. Nu is het moment om ermee te beginnen om te zorgen dat je PDF's toegankelijk zijn. Dus dan lijkt me dat een aantal goede tips. Of in ieder geval een aardige samenvatting van dit gesprek. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben die je nog willen noemen in deze? Ja, misschien wat we vaker hebben gezegd. Maar ik denk dat
het is allereerst een organisatievraagstuk. Precies. En dan pas een technisch vraagstuk. Ja, en dat geldt voor digitale toegankelijkheid in zijn geheel eigenlijk. Ja, dat hebben we ook eerder gehoord in eerdere afleveringen. Ik zie ook Jacobine ook knikken. Marloes, jij wilde hier nog iets over zeggen? Nee, ik sluit aan bij wat Christian zegt. Ja, dat wilde ik ook nog even benadrukken. Heel goed, heel goed. Tot zover dan de takeaway van mij van deze aflevering. De opsomming van zaken die ik uit dit gesprek heb gehaald. En tot zover mijn gesprek met Marloes Neven van de Onderwijsinspectie, Jacobine Riesebos van Firmground en Christian Mul van DigiToegankelijk. Ik wil ook graag wat gelegenheid geven om naar wat zaken te verwijzen waar onze gasten aan gewerkt hebben vandaag. Ik weet dat Jacobine in samenwerking met DigiToegankelijk, misschien ook met Christian, aan de organisatieaanpak van PDF's werkt op het moment. Daar werk je ook aan mee, Christian? Begrijp je dat goed? We zijn bezig met een publicatie over PDF's. Die zal ergens in de komende maanden een keer gaan verschijnen. Dus hou inderdaad digitoegankelijk.nl of onze nieuwsbrief in de gaten. Ja, dus hou die in de gaten of abonneer je inderdaad op de nieuwsbrief. Dan krijg je het sowieso in je mailbox. Er is ook een boekje beschikbaar Wie doet wat? Wat hier ook over gaat. Dat is ook beschikbaar op digitoegankelijk.nl. Ik weet dat Jacobine later dit jaar een gratis webinar gaat geven over dit onderwerp, onder andere. Ja. Wil je daarmee over weten? Samen met collega Bram. Wil je hiermee over weten? Hou firmground.nl in de gaten. En op firmground.nl staan ook andere handige tools en informatie over trainingen. Dus wil je daar meer informatie over, dan kan je op die website ook terecht. Komt allemaal in de show notes, dus dan kan je makkelijk doorklikken of doortabben om deze informatie tot je te nemen. Marloes, Jacobine en Christian, ontzettend bedankt voor jullie tijd, kennis en inzichten. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je favoriete podcast app. Dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van jouw keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in de aflevering voor jouw organisatie? Deel het dan met je collega, manager of product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid? Ga dan naar gebruikerscentraal.nl en digitoegankelijk.nl. Tot slot, beste luisteraars. We komen uit een tijd waarin heel veel gebeurde, maar waarbinnen ook veel mensen lange, saaie periodes hebben ervaren. Ik wel in ieder geval. Voor mezelf zet ik het dan graag in een context. Ik denk dan aan de woorden van de presocratische Griekse wiskundige, muzikus en filosoof Pythagoras. Beijver u niet om stof tot de geschiedenis bij te dragen. Het gelukkigste volk is datgene waarover men weinig spreekt. Beste luisteraars, tot de volgende.